Hoe is het met u verder na deze mooie, geweldige optreden? Goed, pas op, hij is nog niet aan het draaien, hè? Oh. Wel, zeg aan het draaien al! Ik zeg, hè? Allee, en actie! Ja, het is heel goed. Het is heel goed. Het is plezant. Ik vond het bijzonder, jouw optreden. Dankjewel. Het was verrassend leuk, omdat ik altijd denk, als we naar Nederland komen, dat het toch allemaal lang geleden is en de platen komen hier wel uit, maar dat is nu niet dat dat allemaal zo waanzinnig succesvol is of zo. Maar dan, ja, dan lukt het uiteindelijk toch wel elke keer of zo. Alleen lukken in de zin van iedereen heeft een leuke tijd en wij ook. En dat is het enige wat telt eigenlijk, hè. In je beroemde liedjes, de mensen die gingen lekker mee. Ja, ja, dat is plezant. Ik vind dat leuk, zo lekker Louise, daar schrik ik altijd van. Ik zing een zin en de mensen zingen een zin en dat die dan die zinnen kennen. Dan denk ik, wauw. Dat moet dan wel heel, want dat is lang geleden dat die dat zullen gehoord hebben. Dus dat moet dan wel heel diep, diep van binnen in uw geheugen verankerd zitten of zo. Ik vind het altijd grappig, maar wel heel leuk. Stel je voor dat je zo je microfoon naar de mensen toont en dan iedereen... Dat zou pas erg zijn. Misschien een mooie toekomstplan? Nee. Oh. We gaan het zo houden. Maar... Ik vond jouw laatste twee nummers vond ik ook prachtig. En het publiek nam je mee met applaudisseren. Ja. Ik vind het leuk dat we kunnen ook nummers doen. Zoals Zij is mijn waarheid. Dat komt van onze laatste plaat. Jonge Wolven. Niet zoveel mensen zullen die plaat kennen. Laat staan het liedje Zij is mijn waarheid. Maar dat is zo leuk live. Dat is zo opzwepend. Dat uiteindelijk iedereen meedoet. Ik denk dat 95% het niet kent. En toch doet iedereen mee. Nou, dat vind ik tof. Maar er zijn ook gewoon vele leuke momenten waar ik erop reken of probeer te maken dat iedereen wel meezingt en zwaait en klapt. En ja, dat is gewoon plezant toch. Dat is toch wat je ook wil als je naar een concert gaat. Allee, ik toch. Als ik naar een concert ga, dan wil ik meedoen hoor. Dan wil ik meegesleept worden. Absoluut, dat ben ik helemaal met je eens. En het is voor jou de eerste keer, eerste jaar ook trouwens, in 2023, bij de Omweg in Assendelft. Ik weet dat Ad er alles aan gedaan heeft om jou binnen te halen. Het is gelukt. En ik moet zeggen, het publiek is enthousiast. Nu nog maar te hopen dat dan de organisator niet zo second thoughts heeft van tju, had ik die Belgen maar in België gelaten. Nee, ik vind het een hele leuke omgeving ook om te staan. En hij zei daar straks tegen mij, zei hij, ja, ik ben eigenlijk... Ik vind dat er op vrijdagavond niet meer dan 6.000 man moet komen. Ik zeg, waarom niet? Als dat nu 12.000 is, toch ook goed? Is toch leuk? Ook voor de inkomsten voor zo'n festival. Ik zeg, ja, maar als je met te veel bent, dan sta je zo ver weg van het podium. En je wilt toch die artiest heel ontspannen, leuk, van dichtbij kunnen zien. Ik vond dat wel iets hebben. Het is niet zo'n commerciële uitspraak, maar het is wel een schone uitspraak. Dus ik denk dat de organisatie wel... tevreden is. Ik hoop het. Wij alleszins wel. Wij gaan met een brede glimlach naar België rijden. Nou, ik moet zeggen, jouw accent komt heel goed van pas op het podium. Mijn Vlaams accent. Ja. En ik moet ook zeggen, de meeste mensen die ik omheen zag, allemaal gezellig meezingen. En op ze Vlaams en op ze Frans en op ze puur Belgisch. Ja, ik vind het indrukwekkend. Ik doe ook geen poging om iets anders dan Vlaams te klappen. Hè. Ik ga niet plots zo'n soort van Holland. Daar ga ik echt niet aan beginnen. Dan voel ik me eigen heel belachelijk. Het makkelijkste op een podium is zijn zoals je bent. Anders moet je een rolletje spelen en dat lukt niet zo. Nee. Nou, ik moet ook zeggen, als je naar jou kijkt op het podium en naar je bandleden. Het is gewoon één grote krachtbron. Ah ja, dank u. Dat vind ik een leuke opmerking. En ik hoop dat ook, want wij beseffen ons heel goed dat wat we mogen doen, dat een groot geschenk is. Wij mogen ons leven vullen met muziek. En we kunnen mensen entertainen. En wij zijn daar wel van doordrongen. Dus vind ik ook dat elk concert moet een soort feest zijn en moet veel energie in zitten. En ik wil dat ook van elke muzikant, dat die dat ook doen. En dat doen ze ook. Ja. Dankjewel. De groetjes aan België. Maar ja, ik zal de groeten doen aan België.